Nou, het is niet zo lang geleden dat wij een shoplog hebben gedaan, maar we zijn vandaag de stad in geweest en we hebben dingetjes aangeschaft. Ja, allereerst zijn we naar de Action geweest. Ja. En daar heb ik deze beanie gekocht. Die beanie is echt serieus helemaal de hype gewoon. En ik dacht, weet je, ik ga ook eventjes kijken. En ik zag hem in het oranje en in het roze, allebei fel en in het blauw. Dus ik heb eigenlijk alleen blauw meegenomen, die vond ik eigenlijk gewoon het leukst. Dus 99 cent volgens mij. Ja, dat kost echt helemaal niks, hè? Nee, en ik hoop dat er nog meer komen. Het is niet alleen dat het heel erg leuk staat, maar ze zitten zo lekker. Echt zo warm. Dus lekker, lekker. Yes. En het volgende wat ik heb gekocht zijn pantoffels. Super lekker, heel lekker warm. En ja, ik hoop dat ze wel een wasmachine kunnen zoals die andere. Maar ja, ik ben benieuwd. Maar super leuk en die kosten volgens mij ook maar iets van een euro. En dan het volgende wat volgens mij Annabel in het vorige shoplog filmpje ook had laten zien. Is ik heb een body gekocht. En niet dat ik echt een body heel erg nodig heb. Maar tijdens de winterdagen krijg ik het ontzettend koud. Ik ben echt gewoon... Nou ja, mijn ouders hebben me gewoon gemaakt in de winter. Dus ik ben gewoon in een en al koukleu. Ik word dus echt tot de bot koud, zeg maar. Zo is het gevoel. Dus ik vind een body daarom gewoon heel erg lekker. Omdat die heel erg warm aansluit. Dit is hem. Het is een string body. En ze waren nu in de aanbieding. De vorige keer had Annabel ze ook gekocht. Waren ze 4 nog wat, toch? Zei jij? Ja, waren ze 5 euro. 5 ja. euro en nu waren ze 3 nog wat. Dus ja, en voor zo'n body is het altijd wel lekker om gewoon lekker body, warme body te hebben. Ja. En het volgende dat ik heb gekocht, Esther zag al, het was eigenlijk meer ja, zo van, oh ik heb het leuk op dit, maar ik vond hem zo leuk staan dat ik hem eigenlijk gelijk heb aangeschaft. Een superleuke ja, berenmuts eigenlijk, met van die berenoortjes, vlofjes eraan. Heel schattig, hij is echt wel leuk. En die kostte ook 99 cent. Ja, dus die was ook 99. Superleuk. Yes. En dan heb ik t-shirts gehaald. Dit zijn gewoon normale ladies t-shirt, long sleeve, dus lange mouw. Dit is een witte en dit is een korte mouw. Dit is een blauwe, echt leuk, bij de muts. Ik weet niet precies hoeveel deze zijn. Deze zijn volgens mij, deze lange mouw is iets van 3 nog wat en deze is 2 nog wat. Maar ze zitten echt wel zo groot. Ik heb hem namelijk ook al in het zwart. En Annabel heeft hem ook in het wit. Ze zitten echt super, ja, super lekker. Dus als je naar de Action gaat, ga dan zeker eventjes kijken. En wat ik ook heb gekocht bij de Action zijn armbandjes. Echt super leuk. Zijn dus ja, 3 verschillende soorten. Deze is een beetje bruinig. Bruinig getinte met laf erop. Ik heb zilver, bruin en turquoise. Turquoise groen. En eigenlijk een vleugeltje met blauw en ook met goud. Super leuk. Leuk om je outfit lekker mee af te maken. En ze waren 79 cent. 79 cent. Nou, daar kan je ze dus eigenlijk echt niet voor laten liggen. Nee. Dus. Nee. En ik heb genoeg van die dingen, want ik had ook eerst een stapel en toen dacht ik, Esther, ga nou eerst een andere dragen voordat je weer wat aanschaft. Ja. En daarnaast bij de Action hebben we ook nog een, zo'n etuietje waar al je pasjes in kunnen. Dat vind ik super handig. Ik had er eentje, maar die was veel groter en deze gooi je gewoon in je tas. En die gaat gewoon mee en het is wel echt leer. En deze was iets van 1,50 of zo. Ik dacht, super handig als je pasje bij de hand. En wat we ook nog hebben gekocht bij de Action is de nagellak remover. Dit is echt super fijne nagellak remover. En kost eigenlijk echt gewoon niks. Die kost 69 cent. Zoiets of zo. En voor een nagellak remover ben ik niet altijd echt op zoek naar een hele speciale nagellak remover. Nee, het hoeft niet van heroïne te zijn of zo. Dit is altijd gewoon prima. En het helpt eigenlijk goed voor de gel-lak nagels eraf te halen. Yes. En dan het laatste wat we hebben gekocht bij de Action is een gezichtsscrub. Annabel en ik wilden gewoon een gezichtsscrub hebben. En toevallig kwamen we deze tegen. We testen ze altijd even op onze hand om te kijken of de korrel groot genoeg is. Ik heb serieus gewoon nog een eyelinerstreep op mijn hand. Ik kijk altijd even of de korrel groot genoeg is. En dat vonden we van deze wel. En dit is eigenlijk gewoon eentje voor volgens mij alle huidtypes. Ja, alle huidtypes. En het verwijdert de dode huidcellen en reinigt op een... reinigt de huid op een milde wijze. En voor de rest eigenlijk niks speciaals. En was iets van 1 euro nog wat. Dus altijd handig een scrubby. Vandaag waren we ook bij de Kruidvat geweest. En toen zagen we allemaal leuke nagellakjes weer. Toen hadden we 2 roze nagellakjes. Een vuilroze en een wat lichte roze. En deze gaan er dus uit. Dus die waren nu met 50% korting. Dus snel aangeschaft. Altijd aantrekkelijk. En ook wat we nog hebben gekocht is zeg maar voor als je French manicure voor je nagels wil doen. Met zo'n dun borsteltje eraan, zeg maar. En nog een topcoat met gel look. En ik heb bij de Kruidvat gekocht de Rimmel Stay Matte Liquid Mousse Foundation. Helemaal vol. Maar ik was heel erg geïnteresseerd. Ik heb er een blog over geschreven. Best wel uitgebreide blog. Dus wil je er meer over weten, ga dan even naar
we gaan het gewoon linken hier. www.sbellabeauty.com. Ga daar dus eventjes heen. En dan kunnen jullie alle artikels zien die wij hebben geschreven. Dus ga even kijken voor deze foundation review. Dan hebben wij een nieuwe lijn van Kerastase. En dat is de B Nutri Thermoïque. Ik kan nog steeds geen Frans. Maar het is in ieder geval dan de oranje lijn. Wij hadden de eerste groene lijn. Die scheen wel heel erg te zijn voor als je haar echt ontzettend beschadigd was. Nou doe ik altijd highlights door mijn haar. Dus mijn haar was echt wel beschadigd. En dat van Annabelle was ook goed door feunen en zo heel erg beschadigd. Maar ze zeggen die mag je eigenlijk maar een paar maanden gebruiken. En dan moet je voor iets heel voedends gaan. En dat is dan deze lijn. Dit is een oranje lijn. Ik heb hier nu wel eens vaker testers van gehad. En ik vind ze wel altijd een beetje apart ruiken. Puur omdat het feit dat het ook gewoon puur product is. Ruiken ze toch altijd een beetje anders dan dat je nog een parfumeerde shampoo zou hebben natuurlijk. Maar voor de rest zijn ze echt super super fijn. Dus rond deze was 23,50, deze 19,95. En die is ook iets van 20, 25 euro geloof ik. Of 30. Deze was 30 euro. Ja, die was 30 euro. Maar die gebruik je één keer in de maand. Dus super super fijne producten. Komt ons zeker even een artikeltje over. En wat we toen ook hebben gekocht, we zijn even naar de Decathlon geweest. We zijn natuurlijk weer volop aan het sporten van 2014. Woehoe. We willen helemaal strak in bikini. Strak in bikini. Struck we willen helemaal strak in bikini. Die vind ik wel leuk. Strak in bikini. Strak in bikini. Dus en eigenlijk op advies van Esther had ik weer zo'n sportbroek gekocht. Zo'n strakke sportbroek, zeg maar. Normaal durfde ik dat nooit echt, maar omdat het gewoon een lekker kantje heeft. Ja. Maar ik vond hem eerlijk gezegd heel erg lekker zitten in de winkel. Dus deze zeker wel even aantrekken. En deze was maar 16. Deze was 16 euro. Ja, en ik heb er eentje, die zit toevallig in de was, want ik heb hem net aangehad. Ik heb er eentje van 12 euro om de 12 euro en ook eentje van de 16 euro. Dus ga zeker even kijken bij Decathlon als je houdt van een lekkere, wel ventilerende sportbroek. Ja. Dan zijn we vandaag ook nog naar de Bershka geweest. Ik heb echt een specifieke broek bij de Bershka die ik ontzettend fijn vind. Hij gaat er helaas uit. Maar daardoor hadden ze dus wel uitverkoop en hadden ze broeken voor 7 euro. En ik heb die broek dus gekocht in het rood. Altijd leuk rood, hoef je alleen maar een zwart blouseje op te doen. En mooie zwarte hakken eronder. En het maakt je outfit al af, hoef je niet veel voor te doen. En ik heb hem al in een zomerkleurtje gekocht. Ik weet dat deze kleur is echt gewoon veel te vroeg. Maar ik heb vorig jaar zomer de hele zomer gezocht naar deze kleur broek. Dus voordat ik dacht ik ga weer beginnen met deze broek op te zoeken, koop ik hem nu gewoon. En ik heb die broeken ook wel eens. Ik heb er één kleurtje van, zeg maar een cremige kleur. En toen zag ik dus ook nog twee kleuren broeken. Een spierwitte. Nou, dat vind ik altijd heel moeilijk om te kopen. Want ja, het zit eigenlijk nooit echt mooi of ze schijnen heel erg door. En een rozige, dus eigenlijk ook twee zomerbroekjes. Ook voor 7 euro bij de Bershka. Dus echt super blij. We zijn nog even naar de Douglas gegaan. En toen heb ik twee lipglossjes gekocht. Bij de Douglas staat eindelijk de NYX stand gewoon eindelijk een keer aangepast. Er waren echt van die dingen dat je dacht, jongens, please give me some new stuff. Ze hebben het helemaal omgetoverd. En zo aan de schappen te zien was ik niet de enige die heel erg blij was met deze omtovering. Ik heb twee lipglossjes gekocht. De een is Salsa. Dit is van de Mecca Shine line. Mecca Shine Lip Gloss. Komt eventjes een artikel over. Dit is meer een roze kleur. Dus voor de fotootjes ga eventjes naar www.sbellabeauty.com. Want ik ga een artikeltje over schrijven. En de volgende is 104 Sweetheart. Wat ik heb vernomen is dat dit tijdens de Hills van Lauren Conrad, die ken ik natuurlijk wel, haar favoriete lipgloss was. Dus ik dacht hem en ik dacht ik moet hem gewoon even meenemen. Dus dat heb ik gedaan. En ze waren 6,99. Maar omdat ik een Douglas-kaart heb, krijg je dus 10% korting. Dus dat ging nog 70 cent vanaf. En uiteindelijk was de totaalprijs 12,58. Maar ik heb nog een bunnetje. Nog een bunnetje? Ik heb een bunnetje gespaard. Ik heb puntjes gespaard, dus ik heb nog een bunnetje. En toen we ook nog bij de Douglas waren, heb ik ook nog van Ailier, heb ik ook nog de Cheryl wimpers gekocht. Cheryl. Dit is van Girls Aloud. En dit vind ik echt super mooie natuurlijke lashes. En ik ga van de week even een filmpje maken dat ik jullie laat zien hoe ik mijn lashes heel fijn vind om op te brengen of aan te brengen. Ik heb er ook al een artikel over geschreven op onze website, dus kijk daar ook even op. Yes, en om nog even terug te gaan, waren we dingetjes vergeten. Ik was onder andere vergeten dat wij deze nog hadden aangeschaft. Dat was de Macadamia Natural Oil Healing Oil Treatment. En ik geloof dat hier ook al een artikel over heb geschreven. Dus kijk even wat de werking is en wat die doet. Dit product
ruikt zo zalig. Dat is echt, ik moet ook heel eerlijk zijn. Als de jongens hier over de vloer komen en ik heb net mijn haar gewassen, dan hoor ik serieus gewoon tegen, dan zegt ze dus gewoon tegen mij, het ruikt je haar lekker. Dan zeg ik, weet ik. Dat is de Macadamia Natural Healing Treatment Oil. Oh. Deze is 45 euro en je doet hier best wel lang mee. Als je het gebruikt wanneer je het moet gebruiken. En niet als haarmasker. Dan doe je eigenlijk best wel lang mee en het is echt halleluja product. Echt serieus, zo lekker. Oh. En wat ik nog had gekocht bij de kruidvat van NYC. Want Gosh is dus nu helemaal weg. Wat wij hebben begrepen. Ja, of Gosh nou gewoon helemaal de kruidvat uit, dat weten we niet. Maar NYC is back in stock. Maar echt super mooie stem. En ja. Dus ik wou eigenlijk een foundation hebben die zeg maar voor als ik op de camera ben of foto's maak, dat het niet wit uitslaat, wat ik heel snel heb door de SPF. Dus ik had de Natural Matte Foundation gekocht in de kleur Sand, nummer 2. En hier komt een deze dagen een artikel van op onze website, dus kijk daar dan even op. Dus hou de website goed in de gaten. Yeah. Nou meiden, dit waren alweer de spullen die wij hebben gekocht. Vergeet natuurlijk niet om up-to-date te blijven, om op onze Instagram te kijken. Tada. En natuurlijk onze Facebook te liken. En natuurlijk onze sbellabeauty.com. Ik wilde trouwens ook nog eventjes zeggen, ik ben van plan om een Cara Delevingne make-up look te doen, die van de Burberry. Laat even in comments weten of jullie dat willen, want dan ga ik hem doen met goedkope budgetproof producten. Ja. Lijkt mij wel leuk. Dus ja, als jullie het ook leuk lijkt, zeg het dan eventjes, want dan ga ik hem doen. En als jullie natuurlijk andere ideeën hebben, ook natuurlijk hartstikke top. Yes. Oké. Doei!